door de verhalen die we te horen kregen van alle kanten, dat we wel gewaardeerd werden op een bepaalde manier. En was dit is dan de ultieme uiting. Ja jongens, wat is het moment van het jaar? Het moment van het jaar heeft voor ons duidelijk twee gezichten. En aan de ene kant was het natuurlijk het moment van het jaar 29 april. En dat is precies de periode, of eigenlijk de weken daarvoor, de periode dat wij onze winkel gesloten hebben. En waar we eigenlijk toch wel flink lastig mee gehad hebben, om het zo te zeggen. Maar aan de andere kant is het ook een moment waarvan geweest, waardoor we door zoveel mensen zijn verwend en dat we zoveel blijk van waardering hebben gekregen. Ja, dat we eigenlijk van twee momenten kunnen spreken. En een heel positief en toch ook wel een heel jammerlijk moment. Ja, ik denk de aandacht die wij de laatste 2-3 weken voordat besloten, die aandacht die we hebben mogen ontvangen vanuit met name heel onze klantenkring, en maar ook van onze medewerkers, vanuit de gemeente, maar vanuit allerlei hoeken. Die aandacht, ja, die heeft ons wel echt heel veel gedaan. Even kort teruggrijpend op wat er eigenlijk gebeurd is. Want we staan hier dus in Keurslagerij van Schip, die bijna 100 jaar hier gezeten heeft. Wij van 35 jaar zo'n beetje de scepter gezwaaid hebben. Door drukte en door het tekort aan personeel. En hebben dus afgelopen jaar moeten besluiten om de winkel dicht te draaien. Want het was dusdanig druk dat ik het lichamelijk niet bol kon werken. En toen hebben we dus al onze plussen en minnen op een rijtje gezet. En er kwamen we tot de conclusie dat het niet verstandig was om op deze manier onze winkel door te blijven draaien. Dus hebben we met januari de beslissing genomen om in mei te gaan stoppen, per 1 mei te gaan stoppen. Dus toen is het helemaal in gang gezet. En met alle voorbereidingen van dien. We hadden in eerste instantie wel gedacht van nou, we gaan de winkel gaan we stoppen. We willen in ieder geval voor onze medewerkers en voor alle vaste klanten of iedereen die langs wil, willen we in ieder geval wel de mogelijkheid geven om ons gedag te zeggen. Want dat vonden we eigenlijk wel fijn. Alleen dat werd een hele andere setting als dat we in eerste instantie gedacht hadden. Ja, we hadden er eigenlijk zelf ook niet zo heel erg veel behoefte aan om het heel groot uit te pakken. Maar ja, onze kinderen dachten daar heel anders over. En die hebben toch wel een heel mooi feest voor ons georganiseerd. Een afscheidsborrel die om 2 uur begon. Ja, 3 uur begon. Ja. En waar we om 6 uur stonden we nog handen te schudden. Maar dat was gewoon een prachtige middag waarbij iedereen zich ingezet heeft. Onze oud-medewerkers, onze kinderen, vrienden van onze kinderen. Leon liep hier hapjes met Jente te verzorgen. Ja. Patty kwam met Patty van Bont en Smol, dus die kwam met een enorme taart aan. Ja, we werden overweldigd door alle aandacht van alles en iedereen. Dat was wel het hoogtepunt van het jaar. Dat kan ik rustig zeggen. En als Utrechter heb je dan natuurlijk het hoogtepunt. Ja, wat moet je dan nog mooier dan zoiets? Kijk. De Gouden Domtoren is ons toegekend door de burgemeester. Ja, dat was. Ja, daar ben je natuurlijk als. Als Utrecht. Als Utrechter ben je apen trots. Ja. En zeker dat wij hem allebei gekregen hebben. Ja, dat heeft ons heel veel goed gedaan. En in eerste instantie heb je eigenlijk niet eens het benul wat je eigenlijk voor functie hebt in de gemeenschap waar we hier in zaten. Want we waren wel een verbindende factor in de wijk. En, ja, we zitten op de hoek, maar we waren ook wel de hoeksteen hier van de wijk. Ja, dat werd eigenlijk zeker door de verhalen die we te horen kregen van alle kanten, dat we wel gewaardeerd werden op een bepaalde manier. En dit is dan de ultieme uiting. Ja, daar ben je natuurlijk als een aap met 7 lullen wijs dat je zo'n domtoren hebt staan. Dus dat is wat dat betreft echt een. Ook een gouden kroon op ons werk. Ja, absoluut. Nee, we staan hier nu in een ontmantelde slagerij. Voor ons heel confronterend. Dit is normaal gesproken
de drukste tijd van het jaar, maar ook de gezelligste tijd van het jaar. En de winkel is nu koud en kil en leeg. En dat doet wel heel veel met ons op dit moment. Ja, als je kijkt kijk, de temperaturen zakken. En normaal gesproken, andere jaren was het altijd balkenbrei, ettensoep, donkere leverworst. Nou, we doken achter de worstmakkerijen en dan hebben we nou filmpjes erbij en een hoop poeha en toestanden. Ja, en nu is het stil in zijn winkel. Het was hier nooit stil. En als je nu binnenkomt, is het stil. Dus dat is aan de ene kant wel heel confronterend. Dus bij deze onze excuses dat we helaas voor jullie dit jaar geen balkenbrei en ettensoep kunnen verzorgen. Dat we geen kerstdis voor jullie kunnen organiseren. Maar ja, dat is waar eenmaal. En wat dat betreft, geen gourmetschotels. Hosje, Mikke, we liepen echt hier soms met de kerstdagen. Liepen we hier met 20, 25 man liepen heen en weer te speren. En nu staan we met z'n tweetjes naar buiten te kijken van, er loopt nog een klant. Ja. Ja, dat is het. Ja. Schatje, hè? Ja.